ga jullie laten zien hoe je deze omgekeerde vissengraat gaat maken. Niet op je loom. Je kan hem ook op je loom maken, maar je kan hem ook op deze maken. En dat ga ik nu laten zien. Je pakt een roze elastiekje. Je zet hem er als een 8 op. Zo, en die doe je een beetje naar beneden. Je pakt een bruin elastiekje. Zet je er bovenop. Daarna een roze elastiekje, die zet je er bovenop. Pak je je haaknaald. Dan ga je hier, niet gewoon gelijk de onderste, pak je de onderste. En dat doe je dan ook aan de andere kant. Maar nu is het anders. Ik ga nu een pakje een bruin elastiekje. En dan ga je het bruin elastiekje die je net op hebt gezet. En daaronder, daar ga je erin. Doe het middelste elastiekje naar achter. En dan pak je het onderste elastiekje. Ik weet niet of dat het duidelijk is. En dan pak je even, als je die 1 hebt gehaakt, pak je even die 2 lusjes. Pak je het bijvoorbeeld. Ik pak even een kleine haaknaald voor mij. Of je pakt een steekprikker. Dat maakt niet zoveel uit. Pak een steekprikker. En die zet je dan op het einde ervan. Dat is handig. Ik ga het 1 keer goed proberen te laten zien. Ook op mijn haaknaald verkeerd. Je gaat hier erin. Oh, je moet zorgen dat ze goed boven elkaar zitten. Je gaat hier erin. Je doet de middelste naar achter. En dan duw je een beetje naar beneden. Oh. En dan ga je een beetje naar beneden. En pak je die. Maar nu is die bij mij een beetje hier gegaan. Zo. Nou. Ik kom mijn steekprikker eraf. En dan kan je hem aantrekken. Dus dan zet ik even mijn steekprikker er overnieuw op. Dan trek je hem aan. Doe je dat ding weer een beetje naar beneden. Pak je een roze elastiekje. Dan ga je die hierin. Doe je die naar achter. En dan pak je de onderste. En dan doe ik die even terug. Omdat die dan steeds de... Ik ga vast verder naar de volgende. Het is niet zo belangrijk wat ik wil gaan vertellen. Ik doe de middelste weer naar achteren. Dan pak je de rondeste. En die zet je erop. En dan trek je hem aan. Je ziet al een beetje hoe die eruit komt te zien. En dan doe je een bruin elastiekje erop. Ik ga het nog 1 keer heel goed laten zien. Maar ik blijf wel filmen. En dan duw je die weer naar achteren. Ik ga het nog even 1 keer laten zien. Het is groot van mijn haaknaald. Dan duw je die. Naar achteren pak je die. En dan doe je hem eroverheen. Die vuurt er vanaf. Je kan nu zien hoe die eruit komt te zien. Ik vind deze kleur altijd wel leuk. Voor dieren ook. Ik maak heel vaak dieren, niet zo vaak armbandjes meer. Eerst maakte ik altijd armbandjes, moeilijkere armbandjes, steeds moeilijker. En toen ging ik allemaal dieren maken tussendoor. En dan zie je al een beetje die armbandvorm erin. Pak je een roze elastiekje. Kijk, weet je waarom je erin en dan de middelste naar achter moet duwen? Kijk, dan krijg je er zo heen in het midden. En dat is wel mooi, vind ik. Misschien jullie niet. Maar tenminste, ik vind het wel mooi. Het zit lekker zacht. Je voelt het niet zitten. En dan moet je hem wel in de goede maat maken. Zo. Nu denk ik dat jullie het wel weten hoe het verder moet. Dus dan ga ik het nu wat sneller laten zien. Maar dan laat ik het wel wat beter zien. Kijk, dan heb je dit. Dan zie je weer dat dat in het midden zit. Pak je een bruin elastiekje. En die zet je er dan weer zo bovenop.
Dus als. En dan doe je die weer naar achteren en dan doe je hem er zo overheen. En dan doe je die er zo ook weer. Ja, mijn moeder zit even te praten. Dat ik denk niet dat jullie daar last van hebben. En dan ga je zo verder. En dan ga je steeds verder. En ik denk dat ik het nu heel snel ga doen. Anders duurt het een beetje lang voor jullie en voor mij. Want ik ga er geen uur filmpje van maken. Want als ik het heel de tijd zo moet laten zien, dan duurt het wel een beetje lang. En dan doe je hem dus steeds zo overheen. Ja, deze vind ik er heel leuk uitzien. Ik wist eerst niet welke kleur ik moest kiezen. Ik dacht deze, die vind ik steeds leuk bij. Ik vind die overal wel leuk bij staan. En dan haak je die er ook weer overheen. Misschien als je geen loom hebt, is dit ook handig als je deze wil maken. Want dan heb je geen loom nodig. Er zijn ook heel veel dingen wat je met je deze kan maken. Alleen armbandjes. Ik weet niet of je de dieren mee kan maken. Ik zal een keer kijken of ik er een dier mee kan maken. Maar dan moet ik eerst even kijken, dus ik weet niet of dat het lukt. Zo. Ik ga het nog één keer heel goed laten zien. Ik doe dat nog 5 keer laten zien en dan doe ik het weer net zoals ik het zeg. Net zoals ik het er net altijd deed. Dus dan heb je dit. Ga je hier erin. Doe je de middelste. Oh, dan doe je de middelste. Doe de. Doe je de middelste naar achteren. Pak je de onderste. En die haak je er overheen. Dan ga je hier, dat doe je dan hier ook. Dan doe je de middelste naar achteren en dan pak je de onderste. En dan trek je hem weer aan. Dit doe ik nog 2 keer laten zien. Daarna doe ik het even wat sneller. Het aftechten is ook niet zo moeilijk. Dan dat zie je zo wel hoe dat moet. Ik ga hier denk ik een sleutelhanger van maken. Dus dan is die nu al lang genoeg. Maar als je het wilt. Als die dan te klein is, kan je hem altijd nog groter maken. Dus als ik deze nu als sleutelhanger gebruik, denk ik dat die nu al lang genoeg is. Maar ik doe hem nog even 1 langer. En als je toch een armband wilt, net zoals deze, dan kan je dat gewoon verder doen. En ik denk dat ik het zo ga doen, anders wordt het filmpje te lang. Dan wordt het meer dan een half uur. En ik denk niet dat jullie daar zin in hebben om dat de hele tijd te gaan kijken. Zo. Dus als je hem ooit nog een keer toch nog als ding wil hebben, dan kan je hem dat nog doen. Dus ik had het al bij die kant gedaan. Dan heb je daar nog een stukje, pak je die roze, die doe je er overheen en dan trek je hem aan. Dan pak je een C-clip of iets anders waar je het aan wil hebben. Je kan hem eraf halen met je haaknaald, met een koktepletje, met je vingers. Je kan hem ook gewoon los laten hangen. Maar als je dat toch per ongeluk een hele stukje laat schieten, ja, dan heb je het weg. En dan moet je helemaal overnieuw beginnen en daar heb denk ik niemand zin in. Ja, misschien wel. Dan doe je gewoon dat clipje erop. En dan is je omgekeerde vissengraat armband of sleutelhanger klaar. Tot de volgende keer. Doei!